In het voorjaar van 2015 hebben de inwoners van Reek, Schaik en Zeeland met elkaar gesproken over de toekomstige behoeften die er binnen de gemeente Landert bestaan. Uit de dialoog zijn 5 thema's naar voren gekomen. Bereikbaarheid en vervoer, ondernemen, meepraten en meebeslissen, voorzieningen voor jong en oud en sociale verbanden. In deze film nemen bewoners u mee in de toekomst en laten zij zien wat de thema's voor hun betekenen. Jaap Schrijber maakt zich zorgen om het toekomstige woonassortiment van Landert. Volgens hem wordt er te veel van hetzelfde gebouwd en dreigt er leegstand in de dorpen. Hij vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met de woonwensen van de toekomst. Mensen zullen bijvoorbeeld steeds meer in woongemeenschappen gaan wonen en er is meer behoefte aan woningen die kunnen worden aangepast aan veranderde leefomstandigheden. We staan hier op het plan Steenakker. Deze mensen die hebben allemaal een gezin. Die blijven hier nog wel voorlopig wonen. Echter, wat je wel ziet, is dat op het moment dat hier woningen te koop staan in deze wijk, dat het heel moeilijk verkoopbaar is. Dat komt door 2 dingen. Ten eerste, de prijs is relatief hoog voor mensen die doorstromen binnen Landert. Maar het is ook geen markt voor mensen van buiten Zeeland. Omdat mensen die van buiten Zeeland in Zeeland willen gaan wonen, die denken landelijk te gaan wonen en niet in een wijk waarbij de woningen heel dicht op elkaar staan. Door deze nieuwbouwplannen wordt de markt voor de bestaande woningen wel dwars gezeten. Als je nu al ziet hoeveel huizen er te koop staan in Zeeland, als je dat nog een keer combineert met de nieuwbouwplannen die erbij komen, krijgen we straks over 20, 30 jaar krijgen we echt met een overschot aan dit soort huizen te maken, waar dus echt geen markt meer voor is. Ja, dit huis is inderdaad het voorbeeld van een huis wat eigenlijk voldoet aan de wensen van mensen die een nieuwbouwhuis willen bouwen. Alleen, het is geen nieuwbouwhuis. Ja, de kans bestaat dat we straks in 2040, als we hier door deze wijk heen rijden, dat we met heel veel leegstand te maken zullen hebben. Waarmee dus inderdaad de gemeente eigenlijk met een probleem wordt opgezadeld voor de toekomst. Verderop in Zeeland werkt Marieke Tielemans van Wanrooi. Zij begeleidt jongeren met een verstandelijke beperking die ondersteunende werkzaamheden verrichten op en rond de morgenzon. Net als Jaap vindt ook Marieke dat toekomstige woonbehoeften zoveel mogelijk in het dorp zelf moeten worden gerealiseerd. Voor haar cliënten is het van groot belang dat hun dagbesteding dicht bij huis te vinden is, zodat zij de aansluiting met de samenleving kunnen behouden. Ik denk dat het voor vooral de cliënt heel erg fijn is dat hij in zijn eigen dorp kan werken. Kan zich zelfstandiger bewegen, want ze kunnen nu ook op de fiets naar het werk komen. Dan dat ze in een taxi moeten stappen bijvoorbeeld en naar een ander dorp rijden. Ze hebben nu echt het werk dichtbij. De cliënten die wonen grotendeels in Zeeland, ja, dat vinden wij heel erg belangrijk. Want de wereld is klein voor een cliënt en zo door ze met de omgeving te verbinden maken we de omgeving eigenlijk groter voor de cliënt. Ze leren nieuwe mensen kennen en voelen zich belangrijk. Een stad groeit en daar zijn gewoon meer faciliteiten. Hier zal het misschien wat gaan krimpen en de bevolking zou ouder worden. Dus juist dan kunnen we voor elkaar iets betekenen. Ik kijk vanuit mijn rol zeg maar, als begeleider van het service team. En ik denk dat voor de zorg algemeen, dat de gemeente het dichter bij huis moet gaan zoeken. Als je kijkt naar de toekomst, gaan we ook naar andere manieren van wonen. Samenwonen, het wonen in woongemeenschappen. En dat kan zowel jong als oud als een mix zijn en met aanpassingen. Maar die ruimte die is hier, kunnen we hier de aanpassingen realiseren die daarvoor nodig zijn. Ik denk dat je het dorpsgevoel heel erg moet proberen te kunnen blijven behouden. Als je echt op een dorp woont, dan is het zo fijn als je je eigen faciliteiten zoveel mogelijk hebt. En zeker de oudere mensen die niet meer zo goed kunnen. Wij worden dadelijk ook een keer oud. Ja, dan is het gewoon fijn als je in je eigen dorpje kan blijven zitten. De woningbouwassortiment voor de toekomst moeten we inrichten op de toekomst. En we moeten daar een goede voorspelling in maken
van wat over 30, 20, 30, 40 jaar nodig is qua assortiment en daar nu op anticiperen. Jaap en Marieke hebben een duidelijke boodschap. Zorg ervoor dat mensen kunnen blijven wonen en werken in hun eigen dorp. En houd daarbij rekening dat de woningen zo nodig aangepast kunnen worden aan veranderde woonwensen. Jaap en Marieke zijn niet de enigen die hier zo over denken. Dat is tijdens het onderzoek gebleken. Het is nu aan de gemeente om te kijken op welke manier dit voor de toekomst ingevuld kan gaan worden.